Suriname werkt aan een plan van aanpak voor de teruggave van koloniale collecties. Om tot dit plan te komen heeft het Nationaal Archief Suriname, NAS, samen met de Nationale Museumcommissie Suriname gisteren een paneldiscussie, beleid en inzichten in zaken het adviesrapport koloniale collecties en erkenning van onrecht georganiseerd om de inzichten van stakeholders mee te nemen. De Nederlandse Adviescommissie Nationaal Beleidskader Koloniale Collecties heeft op 7 oktober 2020 het adviesrapport Koloniale Collecties en Erkenning van Onrecht aangeboden aan de Nederlandse regering. De Nationale Archivaris van Suriname, Rita Chinfu, liet bij de discussie van gisteren weten dat naar aanleiding van dit rapport landen zoals Indonesië en Sri Lanka ondertussen cultuurgoederen die in de koloniale periode zijn meegenomen en of geroofd door Nederland terug hebben gehad. Het is daarom van belang dat Suriname ook kennis draagt van de inhoud van het adviesrapport en geïnformeerd wordt over het proces van teruggave dat nog door Suriname ingezet moet worden, als ook de randvoorwaarden die daarvoor nodig zullen zijn. Om tot het plan te komen zal er nog een stakeholdersmeeting gehouden worden en in juli komt er een museumcongres. En dan zullen we met al de aanbevelingen voortvloeien uit beide bijeenkomsten een plan van aanpak gaan ontwikkelen en opstellen die we dan samen met de collega's van Nederland ook zullen bespreken. Daarvoor hebben we dus alle inzichten, alle ook verwachtingen, wat willen jullie heel graag, waarmee worden jullie geconfronteerd, dat willen we ook meenemen. Het is belangrijk dat we samen met u als Nationale Museumcommissie dit plan van aanpak ontwerpen. Barbara Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media, gaf aan dat Suriname een prioriteitsland is voor Nederland in het internationaal cultuurbeleid. Ze begrijpt dat Suriname en Nederland een beladen geschiedenis met elkaar delen. Maar de delegatie is in Suriname om te praten over objecten uit Suriname in Nederlandse musea die mogelijk zijn geroofd. Dat zijn gesprekken over een pijnlijk verleden. Een verleden dat nog steeds doorwerkt in het heden. De vraag om teruggave van objecten die zijn gestolen in de koloniale periode is niet nieuw. Maar Nederland was hier lange tijd doof voor. Totdat ons land in 2021 eindelijk erkende dat hier sprake is van historisch onrecht. En vind het heel belangrijk om dat uit te spreken. We willen heel graag ook een bijdrage leveren aan het deels voor zover mogelijk herstellen van dat onrecht. Ons nieuwe beleid heeft als uitgangspunt dat cultuurgoederen die zijn geroofd uit de voormalig Nederlandse koloniën onvoorwaardelijk worden teruggegeven als het land van herkomst hierom vraagt. Wolfensberger zegt dat de gesprekken over teruggave van de objecten uit Suriname al zijn begonnen met de Surinaamse overheid. Dit proces leerde Nederlandse musea volgens haar om een kritische houding te hebben naar de afkomst van hun artefacten.